bakkenwafel. Hallo, koffie staat al klaar. Ja. Ik ben geslaagd voor de inkt van de printer. Daar ben ik blij mee. Ik heb maar voor de feestdagen, voor Marcel en Danielle, 2 flessen ginger gel gehaald. Wie weet, zal ik er zelf ook misschien weer eens een keer wat van drinken. Koffie staat al klaar. Lekker. Ja. Zo. Kut weer. Hoezo nou weer kut weer? Ja, tuurlijk. Het zonnetje schijnt af en toe. Ja, nou. Nog of niet? Nee. Wat was het toen? En ik heb ook een regenbui op mijn hoofd gehad. Ah, dat is niet lekker, nee. Ik heb hier geen regen gezien trouwens. Nou, het heeft geregend. Om 11 uur. Zo. Ik heb wat leuks voor je gemaakt. Ah! Dank. Au! Ja, dat doe je zelf, ja. Niet ik. Nee. Elwing, weg met die steurt. Dank je. Ja, daar zit dat in ook. Ex. Ah, lekker. Niet goed voor mijn lijn, hè, maar... Het is Pasen, dus het mag. Tenminste, het bijna Pasen. Bijna. Ja. Ja, ik denk, ik doe het even anders dit keer. Ja, lieve vrienden, ja. Ik ben raar begonnen. Ik weet het. Maar ja, ik had de dag nog niet geopend. Zover was ik nog niet gekomen, nee. Maar in ieder geval, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Wezenwoel. En natuurlijk is jullie er nou ook weer bij. Uiteraard, dus ja, het komt helemaal goed. En wij houden gewoon vol goede moed. Ja, en ik heb inderdaad geen regen gezien, nee. En ook niet gehoord, niks. Huh? Maar ja, ik zit in de herrie, hè? Huh? Buiten is er herrie voor. Ja, zijn ze bezig. Ja, de hele week al. Ze doen de hele buurt en ze zijn gewoon een rondje omgegaan. Maar je blijft ze horen. Ook al zitten ze in de andere straat, je blijft ze horen. Nou, niet prettig meer, nee. Ja, lieverd. Maar in ieder geval, ook moeten de meisjes er nog uit. En dat doe ik straks naar mijn bakje koffie. Ja, en een broodje. Ik ga eerst even lekker eten. En dan ga ik met de meisjes weer lopen. En dan komt het allemaal wel weer goed. En hoe laat ik het leven en wat voor dag? Vergeet ik helemaal. Het is de 28e van de 3e, 2024 en we leven om 13:24. Ja, en dat was vannacht voor mij een latertje, maar dat zei je wanneer je een grote boodschap weg moet brengen onverwacht. Om 2:00? Ja. Op... Nou, dat kan ook gebeuren. Ja, en dan ben je gelijk klaar wakker. Ja, je bent eerst doodmoe en dan wil je naar bed en ineens moet je naar de wc. Ja, dat duurt wat lang en dan ben je gelijk weer klaar wakker. En voordat je dan in slaap valt, ja, dan is het 's morgens vroeg. Ja, ken je dat? Nou ja, dat dus. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en geniet met ons een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, Willy is net weer de deur uit. Dus wij gaan ook even de deur weer uit. Ja, ja. En het is mooi weer, maar het is wel koud. Dat zeg ik er even bij. Ja. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, het was eerst bewolkt, maar het is nu weer blauw. Maar het is, de wind is opkomen zetten, ja weet ik veel. Opkomen zetten, het waait best, want een vlinderstruik die buigt helemaal, ja. Hi kerel. Maar ik moet postzegels halen, ik heb 2 kaarten.
voor Corrie en voor Jan. En die gaan daar natuurlijk heen. En ik wil weer hebben dat mijn printer het weer gaat doen. Dus ja, er moet inkt komen. Papier heb ik, maar er moet inkt komen. En ik heb de verpakking ook al opgezocht van welke inkt. Gisteren of zo, weet ik veel. We hebben in ieder geval wezen zoeken wie dat allemaal verkoopt. Nou ja, ik ga gewoon naar Bruna toe. Die schijnt het ook te verkopen. Dus we wachten het af. En ja, ik ga eerst even naar het kleine kamertje. En daarna ga ik me klaarmaken om dus de booster te pakken. En ik neem jullie gezellig mee. Maar of ik jullie gebruik erbij, weet ik niet. Want ik moet mijn hoofd erbij houden. Ik moet dit hebben, ik moet dat hebben. Ja, weet je. Ook moet ik nog weer naar de FOMAR. Ik moet echt mijn hoofd erbij houden. Want ik wil kijken of er weer krentenbollen zijn. Ik moet vleeswaren hebben. Ook dat moet ik hebben. Dus ja, ik moet een... als het ware een dubbele portemonnee mee. Ja, boodschapgeld halen. En ik moet spaargeld mee hebben om inkt te halen. Want dat is ook duur. Ja, en dat doe ik voor mijn spaargeld. Wat ik al heb. Dus ja, komt allemaal goed. Als ik wat zie, pak ik gewoon mijn telefoon erbij. En zie ik niks, hebben we pech. Ja, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet gewoon een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik heb zoals de meisjes alweer uitgelaten. Dat ik mijn bek had. Ja. Ik ben geslaagd voor de inkt van de printer. Daar ben ik blij mee. Ik heb maar voor de feestdagen, voor Marcel en Danielle, twee flessen ginger ale gehaald. Wie weet zal ik er zelf ook misschien weer eens een keer wat van drinken. Ja, ik weet niet. Ik zet het hier maar even neer. Nou, ik heb weer een zak normale bolletjes mee. Ik heb... andere krentenbolletjes zijn wel veel malen duurder. Ja, het zijn kleinere. Hele kleintjes. Dat zijn de mini. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 broodjes. Voor 2,25. Maar ze zijn loodzwaar. Zwaarder dan dit zakje. Ah, en hier zitten er... hoeveel zaten er ook alweer in? Ook 12 stuks, maar dit is zwaarder dan dat. Vreemd, hè? Ja, heel vreemd. Nou, wat heb ik daar neerleggen? En ik heb weer een potje Yogo meelt meegenomen voor bij de patat. En ik heb voor zometeen een blik snert met een broodje. Daarom heb ik brood meegenomen, want het andere zit nog in de vriezer en ik heb het vergeten eruit te halen. Dus ja, ik denk, nou, dan doe ik het zo op deze manier. Dan hoef ik ook niks uit de vriezer te halen. Ik heb deze meegenomen voor de feestdagen. En deze kan men kiezen. Ja, dat ook. Ik kan niet kiezen. Hou, ik zit vast aan de tas met mijn stoel. En ik heb allemaal vleeswaren mee, want dat was ook maar... had ik ook niet zoveel meer van. Wel overal één van. Ik plaats dubbel. Grillworst heb ik mee. Gekookte Gelderse. Maar daar heb ik altijd één van. Maar normaal heb ik van... ham 2 van boters, van ja, schouderham hekken nu 2 van. Omdat ik dat een hele tijd niet mee kon krijgen, omdat het er gewoon niet was. Ja, hele dure. Nou, daar heb ik wat gekopen. Dus ja, waar moet ik het nou weer even neerleggen? Zo, mag even. En dan nog een stapeltje. Dan heb ik salami. Gebraden gehakt, boterhammenworst en snijworst. Dus ja, dat heb ik dus gehaald. Meer niet. Vond ik nou 1, 2, 3 niet nodig.
Dus, nou, gaat het tasje weer opgeruimd worden. En ja, vanavond komt Marcel ook. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En ik heb pijn in mijn rug. Heerlijke ding. Heerlijke ding. Lekker aan het eten, meis. Elwin, die staat te eten. Ja? Hm? Hopie dopie. Ja, dat ben je, hè? Hopie dopie, hè, kind? Je bent een hopie dopie, hè? Of niet dan? Ja, dat belt. En er, ik hoor nog eentje mekkeren. Achter de deur. Ja, die zal ook even naar binnen laten. Ja, moet wel gedaan worden, hè. Oh, mijn beestjes weer bij elkaar. Ja. Ja. Oh ja. Oh, nou het zal. Jij zegt het, ik weet het niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga de boel opruimen. En dat even delen. Want ik heb maar 6 broodjes nodig in de magnetron. Niet dat ik het op ga warmen, maar dat gebruik ik als broodtrommel en koekkast. Behalve die mergpijpjes, die gaan de koelkast in. Ja, moet koud zijn. Vind ik lekker. En die ligt daar lekker te pitten. Hopie. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet met ons mee in smakelijk eten. Bon appétit. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer eventjes. Ja, ook om straks naar bed toe te gaan. Ja, maar ik wou jullie eerst ook even wat laten zien. En ja, ook een leuke, drukke, gezellige avond gehad met Marcel. Ja, maar ik heb hier wat op mijn schoot. En dat heb ik van de week bij de FOMAR gekocht, gisteren. Een stapel bekertjes. Enkel, ja, je hebt ook bekertjes die zijn bedrukt met allerlei figuurtjes en kleurtjes en dingetjes en datjes. Nou ja, deze heb enkel maar reclametroep erop, laat me zeggen. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Nou ja, daar kan ik niks aan doen. En ik wist even 1, 2, 3 niet een andere winkel die het verkocht. Dus ik denk, nou, dan doe ik het zomaar. Maar je kan er wat leuks van doen. Ja, ik drink er niet uit. Want doe je er een warme drinken erin, bij wijze van spreken koffie. Dan er zit ook een plastic laag in die bekers aan de zijkant vast. Natuurlijk. Wat je waffel. Er zit een plastic laag in. Ook geloof ik aan de buitenkant. Het gaat meer aan de binnenkant, meer om de, mij, het gaat mij meer om de binnenkant. Plastic smelt wanneer het warm wordt. Weten we allemaal. Dat krijg jij in je drinken. Wil je niet hebben. Dus ik drink er sowieso niet uit. Ook geen water. Nee, niks. Ik moet er niks uit. Ja, vast spul kan je erin doen. Dat doe ik ook wel. En vooral nu. Want je kan er een heel leuk paasgeschenkje van maken. Voor de paas. Als je gasten krijgt, dan kun je een cadeautje geven voor de paas. Ten eerste knip je die rand eraf. Die knip je er gewoon af. En dan duik je je bekertje in. En je versiert je bekertje. Kijk, hij is dicht, want daar heb ik hem ingedeukt. Maar ik doe er wat in en dat ga ik zo nog even pakken. Want deze wordt voor Karin met een K mijn begeleidster. Dus ik ga het even pakken, dus geduld, want ik laat jullie even hier. En ik moet toch daarvoor staan, anders kan ik er niet bij. Nee. Pakken. Zo. Voilà.
Dan heb ik mijn stok al even hier. Zo, ik heb hier een zak, maar dat heb ik weer in een ander zakje gedaan, omdat de zak kapot ging. Ja, ga jij even weg met die snot koken? Ga jij even weg met die snot koken? Nee, dit mag jij niet hebben, dan ga je dood. En ik wil jou nog heel lang bij me houden. Ja, hondjes mogen geen chocola. Met chocolade-eitjes. En dat met kleurtjes. Een roze. Moet ik even wel het de goeie hebben. Ja. En een blauwe. Maar ik had nog een lila. Ja, dat is lila. Dat zijn er de drie. En dan pak ik er weer. Een roze. En een lila. En een blauwe. Dan moet die eventjes weer in het boterhammenzakje. Nee, niks voor jou. Noppenjendo. Ja, noppenjendo. Zo. En die leg ik tegen de tafel. Maar ja, dat bekertje dat fixeer je dus met leuke plakdingetjes, sterretjes, een vlindertje en daar nog een vlindertje. En heb ik hier een hartje met nog twee vlindertjes. En dan doe ik die eitjes natuurlijk erin. Zo, die zitten er nou in. Dan pak je dat randje. En die doe je dus zo boven, maar dan druk je, ja, ik kan het amper laten zien. Hij zit er dus nou zo erin. En dan is die dicht. En die dicht. Maar dan moet het wel even willen wat ik wil. Zo. Nou, dan kijk. Een tasje met eitjes. Nou, die zet ik gewoon voor haar klaar op de salontafel. En dan komt morgen haar bakje koffie erbij. Ze weet het niet. Niemand weet het dat ze wat krijgen. Nee, maar ik vind het leuk om dat te doen. Ja, en die eitjes nog zo'n grote zak, twee, nog wat. Nou ja, wie doet je wat? En deze bekertjes waren... Ja, wat kosten deze dingen? En... Het is tegenwoordig allemaal zo verrippend te klein. Nou ja, iets van 98 cent. Nog niet eens niet een euro. Of 1,8, ja wel. Ja, iets duurder geloof ik. Maar ja, toch leuk. Gewoon van dat bekertje de rand eraf knippen. Je duwt hem aan weerskanten even in. En dan versier je hem. Of je moet al voor bedrukte bekers kunnen krijgen. Dat kan natuurlijk ook. Want die zijn er wel, met de leuke tegeltandjes erop bedrukt. Maar ja, ik denk, nou dan doe ik het zo. Is toch ook leuk, ja. Dus, nou ja, misschien dat ik het morgen ook laat zien, morgenmiddag. Laat ik morgenmiddag gewoon even zien. Dan maak ik er eentje en dan zet ik de camera erop gericht. Ja toch? Helemaal goed. Ja, dus. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden. Wij gaan straks naar bed toe. Dus ik zou zeggen, welterusten. Slaap lekker. Met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, hè. God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik gewoon, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.